Atlantis, net buiten Kaapstad, is een gemeenschap wat gebuk gaan onder maatschappelijke problemen. Armoede en werkloosheid is van die grootste uitdagings in die dorp. Maar nou probeer Annie Petersen, een gemeenschapswerker, een verschil maak door mensen aan te moedigen om hulle eie volhoudbare tuine te kweek. Op die oog af lyk dit na een ingewikkelde story, maar die tuinkie is heeltemal uit rommel geskep. Klinktuinkies van niks te skep, want mense het altyd die probleem as jy na hulle ding toe bring, ons het die geld. Waarmee moet ek begin? Hoe moet ek begin? En in een mens se achterplaas of klomp rommel wat hier rond lê in die dorp self, kan een mens het by mekaar maak. Die project is van deze week van stapel gestuur in samenwerking met die ATKV, Lapa Uitgevers en die Orion Organization, een organisatie wat specialiseer op manieren om aan gestremde mensen werk en therapie te verschaffen. Als een mens kijkt naar die diervoedselprijzen en van al jou aardappels, jou eie, die basis is goed. Want aardappels is nou al hoe dieren op die markt, zoals je het voor jezelf kan koken, hoe kom niet? Maar Petersen is vooral passievol oor die project, omdat dit die vermoeid het om huishoudings te bemachtig. Het is so belangrijk vooral voor gemeenskap in Atlantis, want hier is een groot werkloosheidscijfer in hierdie dorp. En voor mensen te zien is baie enkel ouders ook. En dan stel jy die baie vrouwe belang gesteld, want ons het met een groepje van 12 begin, waarvan 8 vrouwen was. En die 4 is nou mans wat belang gesteld het. Die stad Kaapstad het reeds hulle steen aan die project beloof. Petersen hoop dus om die project in die toekomst zelfs verder in Atlantis uit te brui. Percy Young, Enies Atlantis.